Goedendag Veerle, we staan hier op het Tractor Pulling event. Wat gaat er al zo vandaag gebeuren? We gaan de Tractor Pulling wedstrijd houden. Dus we gaan hier met een aantal trekkers gaan proberen om de sleepwagen zo ver mogelijk naar de achterste streep te krijgen. Naar de 100 meter, full pool. Mogen ze nog een keer in de finale terugkomen. En we proberen vandaag competitie te houden met een aantal klasses. Je bent van de NTTO. Wat is het voor organisatie? Wij zijn een organisatie die eigenlijk de wedstrijd binnen in de banen verzorgen. Dus wij worden ingehuurd door Stichting Oudehoren om hier te gaan helpen met de wedstrijd voor te bereiden. Dus ik ben zelf bezig geweest om de wedstrijd van tevoren voor te bereiden. Letten vooral op veiligheid. Dus dat is het allereerste belangrijkste punt van de hele dag. En waar wordt er naar gekeken qua veiligheid? Wij letten op als iedereen het publiek ver mogelijk wegstaat. Iedereen heeft brandweer en overal aan mocht er een uitspatting zijn van brandstof, et cetera. Voor de rest moeten we zorgen dat rustig rijden op de banen met de sleeptractoren. Iedereen moet bekend zijn, in zicht zijn. Het aantal vlaggers die zeggen wanneer de trekker moet stoppen, wanneer die mag beginnen. Dus hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Hoeveel teams gaan er vandaag meedoen? Die weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik geloof dat er een stuk of 30 wellicht. Ik heb wel 80 deelnemers gezien, zag ik stiekem staan. 80 deelnemers, dat kan ook. Het gaat het gevoel niet zo goed. En er zijn ook verschillende klasses. Kan je daar misschien iets over vertellen? Ja, ze hebben verschillende klasses. We hebben grote tractoren. Bijvoorbeeld Unlimited. Dat zijn hele grote trekkers met een aantal begrenzingen voor een pk, voor een vermogen. We hebben ook daarvan de mini-varianten, dus mini-Unlimited. We hebben ook two-wheel drives. Dat zijn eigenlijk autootjes die op twee wielen achterover meestal in de trekhaak hangen. Dat is eigenlijk vooral de klasse is een beetje het verschil daarin. Hoe oud moet je zijn om te mogen meerijden? We hebben een klasse Light Compact, die is echt de allerkleinste klasse, maar vanaf 12 jaar. 12 tot 16. En vanaf 16 jaar mag je met de grotere klasses meerijden. Hoeveel pk, hoe zit erin? Ik denk zo'n beetje rond 900 pk ongeveer. Ongeblazen motor. Heb je dit zelf geknutseld? Hoe werkt dat? Ja, ik heb samen met Team Machine hebben we dit hele blok hebben we eigenlijk helemaal een beetje opgebouwd sowieso dan. En we hebben alle onderdelen die niet te krijgen waren, die hebben we allemaal zelf moeten maken. Ik samen met Marius gedaan van de Team Machine. En met hoeveel zijn jullie met het team? Het team zelf is maar 5 man groot. Hoe kom je bij deze hobby? Ja, mijn kameraad die deed altijd tractorpooling, dus die had altijd een machine. En ik heb gezegd, als jij een paar keer kampioen wordt, ik zei, dan ga ik er eentje maken met een V10. Ik zei, dan gaan we eens kijken wie dan gaat winnen. Nou ja. En vanaf hoe oud was je toen je hiermee begon? Ik denk even kijken. Laten we zeggen, waar is je interesse mee begonnen? Ja, ik denk wel zo'n 7-8 jaar geleden, denk ik zo'n beetje. Ja, het was altijd wel een sport, daar gingen we met z'n allen heen. Maar om mezelf mee te gaan doen, dat is 7-8 jaar geleden een beetje begonnen, ja. En waar kom je zelf vandaan? Uit Elburg. En heb je daar een eigen boerderij, een terrein om te oefenen? Nee, dat niet. Ik heb gewoon, we wonen gewoon thuis, dus we hebben een loods, daar hebben we alles opgebouwd, onze werkplaats zeg maar. En daar doen we alles eigenlijk. Het proefdraaien en het afstellen een beetje en dan, ja. En moet je straks nog een keer of heb je nu echt de eerste prijs gewonnen? Ja, ik heb nu de eerste prijs gewonnen, dus ja. Daar gaan we natuurlijk eentje op drinken, hè? Ja. Nou, ik zeg heel veel plezier nog en een hele fijne dag. Ja, jullie nog succes hebben vandaag, hè? Toppie, dankjewel. Hey, bedankt. Oh, hoe is het om mee te doen? Heel gaaf om te doen, ja. Hele leuke hobby. Je leert er veel van. Gezellig met de broers samen een hobby doen. Jong geleerd, oud gedaan? Misschien wel een opvolger, ja. Hoe oud was je toen je begonnen bent? Deze auto hebben we gebouwd toen we 17, 18 waren, ja. Dus we doen het spelletje inmiddels al een jaar of 17. En dan heb je een heel groot team achter je, vader, moeder, wie doet er allemaal mee? Alleen twee broers, dus oftewel drie broers. Ja, samen met mijn tweelingbroer. Hoeveel pk zit erin of hoe werkt dit? Eigenlijk zijn er twee vragen. Wij schatten het vermogen op tussen de 700 en 800 pk. Als de afstellingen goed zijn en als die goed loopt. Hoe werkt het? Het is een spelletje waar je alles zelf moet maken. Het is een motor van een auto. Een versnellingsbak uit de tractorpoelingwereld. Ander type koppeling uit Amerika. En een achteras van een vrachtauto. En dat moet je dus allemaal aan elkaar vast zien te krijgen. En wat voor klasse is dit? Dit is de light-to-wheel drive klasse. Wij zien het als een instapklasse binnen de tractorpooling. Je kan voor een relatief laag bedrag kun je als een auto bouwen. En dan zeg ik inderdaad relatief. Zeker al vergelijk je met andere klasses. En hoeveel kilo
ja, kan deze wagen trekken? Volgens mij zit de huidige sleepwagen zit op 6,5, 8,5 ton. Ja. Ja, dat is aardig wat. Ja. Ja, en dat voor een auto van 1650 kilo, die origineel 27 pk heeft. Okay. En dit was je oude auto, is het van jezelf geweest? Of? Nee, we hebben hem gewoon gekocht. Als een rijdende auto. Onderkant was wel rot. Maar ja, zoals je kan zien, de onderkant hebben wij niet nodig. Dus het is eigenlijk alleen de bovenkant. Ja, het ziet er onwijs gaaf uit. Dank je. Dus zijn er nog bepaalde veiligheidseisen waar eraan voldaan moet worden? Zeker. Nou, zoals je ziet, ook de brandweer in de kleding, een helm, ook allemaal met een keurmerk. Trekhaak, noodstop. Dus stel voor dat er iets gebeurt en de motor die ze vinden op de sleepwagen te onveilig worden, dan kunnen zij de motor kunnen ze uitschakelen. En zit er een bepaalde brandstof in? Ja, wij rijden op methanol. Dat is een alcoholsoort. En daarmee kun je gewoon meer vermogen creëren. Ik zeg heel veel plezier en tot de volgende keer, denk ik. Ja, dankjewel. En we hopen er gewoon weer te zijn de volgende keer. Goed zo. Dag.